Welkom in Sneek. Dit keer bij jachthaven en camping De Domp. Nou hoor ik net bij de receptie dat de camping werd steeds meer camperplaats. Steeds meer campers komen hier. Ik zal het even laten zien. Woop. Kijk, hier heb je ook nog van die trekkershutjes. Dat is ook wel grappig. Ik heb een platte grond erbij. Zodat ik even kan zien waar we zijn. En dit zijn de camperplekjes. Daar heb je de jachthaven. Dat zit mooi dicht bij de bordjes, als je dat leuk vindt. En er zit dus een waterkraan. Volgens mij is daar nog een afvoer. Dat daar, wat water. En stroom. Zit bij elk plekje. Ik heb ze zo even ruwweg geteld. En dan komen we in totaal op iets van 30 plekken. Kijk, dit is dan voor caravans. Maar hier heb je nog een verharde strook. En als het dan heel druk is, kun je daar soms ook nog staan. Nou, dit zijn dan de echte camperplaatsen. Dus wat we dus kennen, nou er is geen sneeuw, maar wat we dus herkennen aan de vaste ondergrond. Kijk, hier ligt een gravel, een soort natuursteen, lijkt het wel, zodat je niet vast komt te zitten. En dan hier een stukje gras waar je kunt zitten. En dan zag je daar net nummer 9 staan, zou je zeggen, maar het zijn 9 plekjes. Kijk maar eens in. Vanaf daar, daar is het restaurant. Dus als je op tijd naar bed gaat, moet je niet op plekje 1 gaan staan. En dan heb je hier zo 9 plekjes. Met stroom en ook een waterkraan erbij. En dan heb je hier nog een klein plekje. Daar zouden wij prima kunnen staan. Die van ons is niet zo groot. En daar nog één. Dus dat is al 11. En dan loop ik hierin. Dan zie ik hier nog een plekje. Wat ook verhard is. Dus dat zou dan 12. En hier nummer 13 zijn. Nou. En dan hebben we hier ook nog één. En dat is helemaal geen raar plekje natuurlijk. Hè? Je kijkt zo op de haven uit. Als je daarvan houdt, ik vind het wel mooi. Nou, en dat met elkaar komen we erbij 30 stuks. Dan draai ik even weer om. Dus waar we vannacht stonden, als er daar geen plek is, dan... He, dat was dan op in Sneek, waar geen plek is. Dan kunnen we hierheen. Kost wel iets meer. Maar goed, als je een plekje nodig hebt, dan betaal je het maar graag. Ik weet niet hoe het verder zit met de toiletten. Maar er zit hier wel een restaurant bij. Ik ga ervan uit dat het ook allemaal netjes van elkaar is. Ik kom er zo langs, dus ga even kijken. Dan spreek ik net de installateur. Kijk, die is daar aan het werk. En die vertelde mij dat de toiletten op het moment verbouwd werden. Nou, ik had ook wel zoiets gezien. Kijk, hier zit het restaurant. Maar dat is dus... Daarachter, hè, daar zie je informatie. Dus dat is de, zeg maar, de receptie. En naast de receptie... Daar komt het toiletgebouw in. Zoals ik net hoorde, werd het een heel modern gebouw. Nou, ik sluit het hierbij af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.